Vandaag in Wegmisbruikers. Heeft deze bestuurder zijn smoesje al klaar? Ja goed, ik bel met telefoon waar helemaal geen batterij is. Dus ik snap niet waar ik de bekeuring voor krijg. Weet je wat ik denk? Ja? Dat u een gegeven moment gewoon aan het bellen was. En dat u de, batterij eruit heeft gehaald. Ik ben aan het bellen. Vul die handel nou maar in. Dus. Belandt deze onfortuinlijke bestuurder van de regen in de drup? Hij trekt helemaal de grond. Oh god, de wiel er al af. Dat is jammer. En treffen we een vaste kijker van ons programma. Niet zo dat je lekker aan mijn dak gaat, geloof ik. Ik vind dat een mooie televisie. Die buitenlanders allemaal, weet je niet? Dat weet ik niet. Ik heb er niet zo'n ervaring mee. Ik heb een keer gezien dat er zo'n Turk aan hield. Zo'n S, weet je wel. Dat hij uit Schiphol was. Dikke Turk in S-klas. Heb je gezien? Nee. Dat is jammer. Dat was echt een mooi stukje met de camera. Als beroepschauffeur ben je afhankelijk van je rijbewijs, dus is het verstandig om daar heel zorgvuldig mee om te gaan. De bestuurder van deze Kawasaki Z750 is dit kennelijk even vergeten, want hij spuit met een zodanig hoge snelheid weg dat de Utrechtse surveillanten maar nauwelijks bij kunnen houden. En voor deze motorrijder heeft dat verstrekkende consequenties, zoals we zien bij Huis ter Heide op de N237. Surveillanten René en Raymond staan bij de verkeerslichten als de bestuurder van deze Kawasaki er met een noodgang vandoor gaat. De agenten zetten direct de achtervolging in en René start een trajectmeting. Kon nog wel eens wat worden? Dat loopt in ieder geval. Ik zit op de bodem in de sportstand, hè? En nog is deze kamikazepiloot nauwelijks bij te houden. De trajectmeting komt uit op een gemiddelde snelheid van 145. Dat voldoende, hè? Ik denk het wel, hè? Deze snelheid is inderdaad genoeg voor een invordering van het rijbewijs. René spreekt de motorrijder aan. Even voorstellen. Ik ga even schijken via de surveillance. Hi. Ik wil nog even het rijbewijs en het kentekenbewijs erin zagen. Wel, enig idee hoe hard u reed? Volgens mij viel dat wel mee. Maar ik heb geen idee. Hoe hard u mag? 80. Dat weet u. We hebben u geklokt over een afstand van bijna 1200 meter... op een gemiddelde snelheid van 145 km per uur. Nee joh. Meen je dat echt? Ja, dat meen ik echt. Dat is een beetje te hard, hè? Videobeelden en alles hebben we ervan gemaakt. Dus je kan het nog even terugzien, ook zo meteen bij de collega. Ik geloof je wel. Maar dat is 65 overschrijding. Daar gaat wel een wettelijke correctie af van 5 kilometer. Ja. Maar dan blijft er toch nog een overschrijding van 60 kilometer over. Dat is een hoop, hè? Dat betekent dat bij deze je rijbewijs ingevorderd is. Ja, dat is duidelijk. Dus ik zal even het dan op papier zetten. Als je even bij mijn collega in wil stappen, dan... Hi. Meneer, goeiedag. Dat is Raymond Veldhuizen, verkeerspolitie Utrecht. Het is gewoon een open stuk. Nou, je geeft volop gas. We klokken al in, dan zitten we nog op de 70. Dus dat is allemaal meegenomen in jouw meting. Nou, voor de rest, het enige wat ik kan doen met de auto is gewoon... Planken. Bijna wel. Ja, dat is duidelijk. Je ziet het. 150 en ik begin nu pas in te lopen, want hier haal je eigenlijk pas een beetje het gas eraf. Zit ik op de 170. Ja. Geëikt, hè? Nee, dat is wel wat. Kijk, nu lopen we in. Het is een trajectmeting. Ja, want ik zag jou ook inhouden. Ik zei, ja, godverdomme. Ja. Nou, je ziet het. Ik zie me al met mijn spiegel turen. Ja. Kijk, als er een auto, dan wil ik zijn, zo snel met je meekomt, dan weet je bijna al voldoende. Ja, dat is duidelijk. Wat vind je nou van als je het beeld zelf terugziet? Ik had niet door dat het zo hard ging. Ik trek hier al vaak het gas open. Ja, wat je zegt, leent zich er behoorlijk voor. Op het oog. Maar laat wil ik zeggen, die dikke bomen langs de kant van de weg, die lenen zich er een stuk minder voor. Die lenen zich er een stuk minder voor. Ja. Als er wat op de weg ligt, of als je plotseling in één keer wat met je band of met je motorfiets krijgt, dat die vastloopt of wat dan ook. Ja, dan raak je hem kwijt. En dan gok ik erop dat we thuis kunnen aanbellen en zeggen dat er niemand thuis komt. Zeker met zulke snelheden. Dus dat is gewoon een eeuwig zonde. Mijn collega zou je ongetwijfeld verteld hebben dat je rijbewijs met deze snelheden kwijt bent. Ja, hoe gaat het verder in zijn werk? Want ik ben mijn baan is bij Defensie, ik ben een chauffeur. Okay. Dus ik weet niet hoe rap je zoiets terug kan krijgen. In principe neemt de officier binnen 10 dagen een beslissing over de invordering van het rijbewijs. Of die ingevorderd blijft of niet. Uh-huh. Dit wordt een overschrijding van 60 kilometer netto. Okay. Staat auto en motor, staat dat los van elkaar? Nee. Om erbij om het even zijn. Ja, oké. Nee, ik bedoel, met de auto heb ik hem hier ook wel eens goed gehad. Oké. Steeds aan het verkeerde punt. Is dat minder dan een jaar terug? Nee, dat is
is. Het officier zal. Ja, dat is minder dan een jaar terug. Als het een overschrijding is van meer dan 30 km per uur. Ja, dat is zeker, dat is 45. Dan zal de officier daar rekening mee houden. Ja, dat ben ik bang. En dat zeg ik dan nogmaals, ik ga niet op de stoel van de officier zitten. Hij heeft daar zijn eigen afwegingen voor. Maar hij zal erover moeten beslissen. Ik verwacht met een overschrijding van meer dan 30 binnen een jaar terug... dat je hem waarschijnlijk wel een tijdje kwijt bent. Dus. Als je verder geen vragen hebt, dan laat ik de afhandeling even verder aan mijn collega over. Moet jij dat kentekenbewijs houden zo, of zo? Nee, het kentekenbewijs blijft bij de motorfiets. Als iemand anders hebt die erop mag rijden en wil rijden, dan kan dat gewoon. Het enige is dat jij gezien de overschrijding zelf niet meer mag rijden. Nee, dat is duidelijk. Op alles waar een rijbewijs voor vereist is. Dus ook geen bromfiets of snowfiets. En dat is toch knap lastig als je beroepschauffeur bent. Het is misschien dubbelop. Ze zijn net vers van de pers binnen. Hier kun je zo'n beetje een schatting hebben van bedragen. En de bijbehorende wegen. En alle boetes en alle feiten waar wij op letten. Wat voor ons van belang is als verkeershandhavingsteam. Mm-hmm. Ik geef verder een hand als je geen vraag hebt. Ja. Dus, dat begrijp ik. Bedankt. Ik wens je wel succes verder met de afhandeling. Dit groene monster moet voorlopig blijven staan... en de officier van justitie bepaalt hoe lang de bestuurder zijn rijbewijs kwijt is. Van Utrecht gaan we naar de regio Gelderland-Midden bij Duiven op de Rijksweg A12. Surveillante Peter en Michel worden gepasseerd door een Audi-bestuurder die rechts inhaalt. Ik had er gewoon rechts voorbij. 1, 2, 3... Nog meer. Laten we het eens gaan bekijken, want de Audi-rijder lijkt er wel zin in te hebben. Kan niet mee. Krijgt hij hem gewoon voor, hè? Precies. Met 140, 50 km per uur. Ik heb wat minder remmen. De Audi-rijder neemt de afslag en de surveillanten moeten noodgedwongen achter deze vrachtwagen aansluiten. En dan komt deze coureur plotseling door het beeld gezeild. Oh. Zo! Hoogst een slimmet. Jongen. Ze hebben allemaal een kwartje uitgedrongen. De surveillanten weten weer bij te trekken en de Audi-rijder krijgt een volgteken. Peter spreekt hem aan. Goedemiddag. Rijbewijs, heb je dat bij u? Ja, heb ik bij. Het feit waarom we u aan de kant hebben gezet, dat speelt zich af in Duiven. Ik heb er een idee van. Ja, het invoegen. Ik nodig ook even uit in de auto om de beelden te bekijken. Want gaan we eventjes doen. Verdient geen schoonheidsprijs. Nee, ben ik bent u eens. Ja? Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Hi. Nou, hoi. Michel Jansen. Hier komt u ons voorbij. Daar rijden we al... Wij al 120. Ja. Werkelijke snelheid. Nu komt ons nog voorbij. En dan zitten we hier op een stuk waar 100 toegestaan is. Ja. En dan dit. En dan nog even rechts voorbij gaan. Ja, dat had ik niet moeten doen. Nee. Ja. Nee, want dan maakt het spannend voor iedereen. En dan gaat de snelheid ook flink omhoog. Dan rijden we gewoon 140. En dan loopt hij nog uit. Ja. En waar is het voor nodig? Het komt alleen voor die auto. Ja, dat is een zinloze actie. Heel stom. Deze afstand. Hoe ver schat u die in? Ik schat een meter op. 5? 5, 6. Dan houd ik op. Ja. Op zo'n snelheid is dat erg kort. Ja, dat is volkomen gelijk. Probeer gewoon die afstand wat ruimer te nemen. 21, ook al rijden naartoe, tuurlijk. Maar neem dan op tijd de snelheid eruit. Om dat problemen voor iedereen te voorkomen. Want gaat er eentje op de rem? Dat is een beetje laat. Ja. En daar komt hij uit. Die krijgt hij van ons mee. Oké. Okay. 180 euro. Ja, zonder geld. Nog 6 euro administratie kosten bij. Maar, ja, laat het een wijze les zijn. Dat is goed. Ik hoop dat jullie in ieder geval bedankt. Graag gedaan. Bedankt voor de medewerking. Ja, graag. Oké. Okay. Ja, goeie reis. Deze bestuurder erkent zijn overtreding en de bekeuring voor het rechtsinhalen bedraagt 180 euro. We klimmen op naar het noorden en gaan naar de regio Drenthe bij Borger op de N374. Surveillanten Fred en Dick zien een bellende bestuurder voorbij rijden. Is die je vrouw aan het sms'en? Nee, ja, weet je, het ging wel om. Je wil maar ook altijd sms'en volgens mij. Ze had de gsm in de handen. Of iets waar ze mee aan het tikken was. Laat ze maar even volgen. De bestuurder krijgt een volgteken en Fred spreekt haar aan. Goedemiddag. Goedemiddag. Zet hem even op de handrem, dan rijdt hij weg. Oh, ja. Molendijk, verkeerspolitie. Hallo. Volgens mij was je met wat anders bezig als met autorijden. Nou, ik zat inderdaad even te kijken op mijn telefoon. Ja. Laat het. Dat dacht ik al. Ja. Je was met je telefoon bezig. Dat klopt. Ja.
Alleen maar kijken hoe laat het was? Alleen kijken hoe laat het was, omdat ik inderdaad nog een aantal afspraken heb van... Oh, verrek, ik moet even mijn dochter bellen voor dit, mijn dochter bellen voor dat. Dus meer deed ik niet, nee. Zit er geen klokje in? Jawel. Er zit ook een klokje in? Jawel. Was u nu ook niet aan het tikken? Nee, dat niet. Was je geen sms'je aan het tikken? Nee. Wilde u iemand bellen? Ik was inderdaad, dat stond wel even in de planning van, oh, dat ik even een tablet van even zoeken naar de nummer. U was meer met uw gsm bezig als met de weg. Ja. Want dan zien u een gegeven moment over de streep heen gaan en zo. Ja. En het is ook verboden, hè? Ja. Nou, u mag de gsm helemaal niet in je handen hebben. Nee. U krijgt ook een bekeuring. Ja, oké. Dus ik wou graag even uw rijen kentekenwijs zien. Want kijk, als u een gegeven moment een klokje op het dashboard hebt zitten... heeft u geen telefoon nodig om te kijken hoe laat het was. Nee, nou goed, ik was inderdaad even op zoek naar een telefoonnummer. Van, dat ik even een telefoonnummer zoek, dat weet ik van... nou, die moet ik dan straks even bellen, want... Ja. Dus, u had de intentie om te bellen? Nou, niet meteen, maar wel nog niet van meteen. Het zoeken. Dat was wel aan het zoeken. Het nummer. Nee, dat... Okay. Heeft u ook een rijbewijs bij? Je zou te zien moet u ook voor de APK. 25 januari. Ja. Is die verlopen? Nee? Zit er al een nieuwe achter? Er zit een nieuwe in. Ach, geweldig. 2011. Even laten zien. Hij heeft toevallig gelukkig. 9. Ik heb ze allemaal bewaard. Je bewaart ze allemaal? Ja, bijna. 2012. Ah, oh, keurig zeg. Dit is het kopie. Ja. Een afschriftje. Dan krijg je een acceptgirokaart voor thuis. Zo, u treft het. En in januari zijn de boetes weer omhoog gegaan. Van 106 naar €180 deze. Ja. Dus doe dat niet weer. Nee. Ik. Maar had u zelf ook in de gaten wat er gebeurde? Nou, met het rijden? Nee, weet je, dat zijn eigenlijk van de hele stomme dingen. Dat je wel eens denkt van... dat je dat wel eens vaker doet. En dat je denkt van verdomme. Loop even met me mee. Ik laat het u even zien. Kijk, hier beginnen. Wat naar rechts, naar links. Niet helemaal scherp. Dat zijn de beelden, meer kan ik er niet van maken. Nee, ik had kunnen zeggen van god, ik heb even mijn signaalrechten gedaan. Nee, maar ik zag dat je wat in je handen had. En dan tikken was. Goed, ik ga ook helemaal niet iets voor de rest. Ik heb helemaal geen zin. Maar waar het ook van belang is, kijk, aan de ene kant natuurlijk, het is verboden van om met de gsm in je handen bezig te zijn, te bellen of wat dan ook. Maar aan de andere kant is, we zagen ook het rijgedrag, hè? In combinatie. Bedankt. Dag. Ook het in de hand houden van een mobiele telefoon is al strafbaar en de bekeuring bedraagt €180. Straks heeft deze bestuurder zijn smoesje al klaar. Ik bel met een telefoon waar helemaal geen batterij in zit. Dus ik snap niet dat ik de bekeuring moet krijgen. Weet je wat ik denk? Ja? Dat u een gegeven moment gewoon aan het bellen was. En dat u de, batterij eruit heeft gehaald. Ik ben aan het bellen. Vul die handel nou maar in. Dus. Heeft deze bestuurder zijn smoesje al klaar? Ja goed, ik bel met een telefoon waar helemaal geen batterij in zit. Dus ik snap niet dat ik de bekeuring moet krijgen. Weet je wat ik denk? Ja? Dat u een gegeven moment gewoon aan het bellen was. En dat u de, batterij eruit heeft gehaald. Ik ben aan het bellen. Vul die handel nou maar in. Dus. Brom- en snorfietsers vormen maar een klein deel van het totale verkeersaanbod. Maar toch scoren ze bovengemiddeld als het om doden en ziekenhuisgewonden gaat. De slachtoffers zijn vaak erg jong en daarom houdt de politie Gelderland Midden regelmatig controles om brommers op snelheid en voertuigtechnische eisen te controleren. En waar doe je dat beter dan pal voor het ROC in Ede aan de Bovenbuurtweg? We staan hier in Ede op de Bovenbuurtweg. Aan de Bovenbuurtweg heb je een aantal grote scholen. Dagelijks vinden er toch 2.000-3.000 verkeersbewegingen plaats. Ik ben wijkagent van dit gebied. Deze controles die worden toch regelmatig gehouden. Om toch ervoor te zorgen dus dat leerlingen die dus van heinde en ver komen... dat ze weten van hey jongens, we moeten de papieren in orde hebben. De voertuigen moeten in orde zijn. En dat er dus ook gelet wordt op het verkeersgedrag. En deze snorfietser bijt het spits af. Ik heb hem net geklokt met 50. Ja. Even kijken wat de correctie is. 47. En dat wordt dan 44. En 28. Met behulp van een rollenbank wordt de zogeheten constructiesnelheid van de snorfiets gemeten. En die ligt ver boven de 25 km per uur. Wat goed is voor een bekeuring van €54. Deze poegbrommer moet ook op de rollenbank. En de snelheid blijft gelukkig binnen de perken. Maar de uitlaat maakt wel een hels kabaal. Lekker, heb je uitlaat. Als je die kolen... Dan moet je eigenlijk niet meer rijden, hè? Ik had dat ding maar ontzettend veel herrie. Ja, met de helm valt mee. Ja, maar de anderen die hebben daar iets meer hinder van. Wanneer heb je dat ding gerepareerd eigenlijk? Donderdagmiddag. En is je na die tijd weer stuk gegaan? Ja.
Ik had last van akker met de siliconenvet dicht gedaan. Ja? En na de hand dat de uilat heet wordt, dat de siliconen wordt dun. Waardoor die gaat... Nou wist je dat niet van tevoren, dus dat de siliconen bij warmte, dat het dan ertussenuit gaat? Nee. Ja, dan moet je toch zorgen dus dat je dat apparaat weer maakt. Want op deze manier kun je natuurlijk niet verkeer. Ja? Alsjeblieft, je krijgt maar een proces op bal. Ja. Binnen 14 dagen, 3 weken krijg je dus de beschikking thuis. Ja. Ja? En die beschikking bedraagt 200 euro. Wel een heel apart, hè? Ja. Ja. Je hebt gevoerd? Nee, ja, lichtjes. Standaard rijden deze dingen krap 40. Ja. En dan is het gewoon, niet, dat is gewoon vind ik zelf, onveilig op de weg. Is het een viertakje? Ja, viertakje. En dat het hier een viertaktmotor betreft, is duidelijk te horen aan het typisch lage geluid dat de brommer produceert. Maar dit kleine racemonstertje blijkt toch ietsje sneller te lopen dan de maximaal toegestane 45 km per uur. En dat levert de bestuurder een procesverbaal op. Ik gaf 60 km gaf hij aan. Ik zou het niet verwachten. Er was vaak een bekeuring gehad? Nee. Voor de snelheid? Nee, ik denk juist, ik doe een grote tandwiel voor. Ja. Dat zou je nog lopen met lage toeren. Maar ja. Ja, maar dan gaat hij natuurlijk ook, kijk, als je de wind een beetje meekrijgt, dan gaat hij harder lopen. In 14 dagen, 3 weken, dan krijg je de 4 uur thuis. Zorg ervoor dat ze teruggebracht wordt. Ja, als je weer een keer tegen controle aanloopt, dan haak je weer. En natuurlijk, het is natuurlijk ook zo, als je bij een aanrijding betrokken raakt, dan kan de verzekering er ook niet meer over doen. Ja. Een hele fijne dag nog vandaag. Ja, hetzelfde. Deze jongen mag weer verder met een fikse bekeuring op zak. Ondertussen is de politie alweer bezig met de volgende bromfiets, waar naast de snelheid nog meer aan mankeert. En dan wel goed profiel op. Nou, nee. Hij moet over de hele oppervlakte moet een zichtbare profilering hebben. Ja? Ik heb nog buis en thuis een nieuwe band. Oké. Ik wil je niet dit vel over de neus heen trekken. Nee. Je krijgt natuurlijk wel een bekeuring omdat hij dus te hard loopt. Ja. 66 kilometer. Moet even kijken. Dan kom je dus, dat rijbewijs mag je komen tonen. Ja. Ik zit eerst hier in Zuid, in de flat, onder in die flat. Hij moet over de hele oppervlakte een zichtbare profilering op zitten. Ja. Alleen ik vind, nou met dit droge weer, zie ik niet zo'n grote gevaarzetting in. Maar je zult er wel een nieuwe op moeten doen. Ja, weet ik. 66 kilometer, dan gaat er 7 kilometer vanaf. Dan blijft er 59 over, dus 9 kilometer te hard. Dan zit je op 45 euro. Lief, krijg je die. 14 en 3 weken en dan krijg je dus een kaartje thuis. Ja, ik ken hem. En zorg ervoor dat ding niet meer te hard rijdt. Hè? Nee. Eigenlijk moet je nou gewoon lopen van school gaan. Hè? Ja, nou wagen. Dat wordt leuk. Ja? Het is mijn hassel, want ik heb thuis nog wat terugloop liggen. En daarmee rijdt hij dus iets van 8 kilometer te hard. Dus als ik daarmee was aangehouden, dan had ik hem in kunnen leveren. En dus mag deze jongen nog in zijn handjes knijpen. Straks het vervolg van de brommercontrole, maar eerst gaan we naar de regio Midden- en West-Brabant bij Breda op de Rijksweg A16. Surveillanten Mark en Remco hebben een BMW-bestuurder met Belgisch kenteken in het vizier die veel te snel rijdt. Hij loopt uit, hè? Ja, hij loopt dicht uit. Maar afklokken. 158. Dat is één vordering, dit. Dat is een 100 stukje. De bestuurder krijgt een volgteken. Goedendag. Namens Frerenjan, verkeerspolitie. Geen probleem. Ja. Ik had graag even uw rijbewijs gezien, alstublieft. Even kijken, meneer. We hebben van uw snelheid een meting gedaan. Ja. En aanvankelijk zat u eigenlijk continu tegen de 140 aan te rijden. Excuses ervoor. Ik ga er niet over discussiëren. Ik kom van Rotterdam. Ik werk al ziek in een bedrijf in Antwerpen. Een bedrijf in Rotterdam. Ik heb excuses ervoor. Ja. Ja. Ja, het wordt iets vervelender. Want de meting die wij hebben gedaan, die komt op een gegeven moment uit op een gemiddelde snelheid van 158. Dan gaat nog wel een correctie vanaf. Ja. Alleen blijft er meer dan 50 km per uur overschrijding over. En dat wil zeggen dat het rijbewijs wordt ingevorderd. Oei. Ja. Dus er moet het een en het ander even in orde gemaakt worden met betrekking tot papierwerk. Dus u mag even in de auto bij mijn collega komen. Er zijn ook videobeelden van gemaakt, dus dan kunt u die even zien. Heeft u wat gedronken vanavond? Nee, ik heb niet veel gedronken. Nee. Ik heb maar u heeft wel wat gedronken? Oké. Okay. Ja, klopt. We zullen daar even een baas tussen. Okay. Nou, u valt in ieder geval op dat u sneller rijdt dan over het verkeer. Ja. Dus daarom gaan we achter u aan rijden. Ja, kijken wat u daar doet. Dit is de geëikte snelheid die wij rijden. Op Bremen starten wij een meting. En dan laten wij de afstand groter worden. Dus u rijdt harder dan dat wij rijden. Okay. Dus het gat wordt alleen maar groter. En dan komt op Bremen 158 gemiddeld uit.
Veel te veel, ik weet het. Ja, en dan ben ik benieuwd wat u gaat blazen natuurlijk. Nou, anders wij wel. Meer informatie, bro. Ik wil even doorgegeven. Wij hebben hier nog van de brandweer erbij gekregen. Ja, dat is te veel. Voor op dit moment in ieder geval. Okay. Dus dat betekent dat u bent aangehouden. Mm-hmm. Dat we naar het politiebureau gaan, dat u over minimaal 20 minuten, 21 minuten nog een keer moet gaan blazen. Oké, prima. Is goed, ja. Ik doe dat niet. En de combinatie met de snelheid is dan... Ik ga daar niet over discussiëren. Nee. Okay. Het is het apparaat waar u dadelijk op moet gaan blazen. Ja. U moet 2 goede blaastesten afleggen. Daar krijgt u 4 kansen voor. Als je gewoon net zo blaast als op straat, dan hoeft het geen probleem te zijn. Ja, okay. En na die 2 krijg je een gemiddelde. Okay. Een uitslag. Okay. Diep inademen en 1 teug blijven blazen. Voor deze Vlaming is het erop of eronder en stiekem ziet hij de bui al hangen. Over de helft doorgaan. Ja, we gaan blazen. En Mark, wat is het resultaat? De uitslag is 275 UGL. Vanaf 220 is het strafbaar, dus u zit te hoog. Er is ook procesverbaal opgemaakt, maar dat gaat gelijk met het rijbewijs. Er wordt één procesverbaal opgemaakt over de snelheid en over het alcoholgebruik. Deze bestuurder krijgt een rijverbod van 2 uur, maar omdat zijn rijbewijs al was ingevorderd, mag hij sowieso niet meer verder rijden. De zaak wordt voorgelegd aan de officier van justitie. Koos, we komen in ons programma regelmatig beschonken bestuurders tegen. Dan hoor je veel mensen vaak klagen over de politie. Maar als het over alcoholgebruik gaat, is er een vrij breed draagvlak, toch? Ja, dat klopt. Uit onderzoeken blijkt dat 99% van de mensen het prima vinden dat er regelmatig alcoholcontroles worden gehouden door de politie. De overheid verzint steeds iets nieuws om alcoholgebruik in het verkeer tegen te gaan. En is er sinds 1 juni 2011 een nieuwe regeling van kracht. Hè? Wat is dat? Ja, dat is de bekende regeling waar al een paar jaar in de Tweede Kamer over werd gesproken. Dat is 2 keer geel is rood. Dat betekent dat als je 2 keer binnen 5 jaar met drank op achter het stuur wordt aangetroffen en die 2e keer zit je boven de 1,3 promiel... dan ben je je rijbewijs kwijt, dan wordt het ongeldig verklaard. Dus als je 1 keer met alcohol bent gepakt en je gaat weer de fout in, ben je gelijk je rijbewijs kwijt? Ja, die 2e keer moet dan wel, zoals ik net zei, boven de 1,3 zijn. En het moet allemaal binnen 5 jaar zijn. Maar dan wordt het rijbewijs echt ongeldig. En kan je je rijbewijs dan weer terugkrijgen? Nee, het rijbewijs wordt ongeldig verklaard en je moet opnieuw examen doen. Geldt dit nieuwe puntensysteem nou voor iedereen? Of wordt er nog een onderscheid gemaakt tussen ervaren en beginnende bestuurders? Nee, het geldt voor alle bestuurders. Is het gewoon hetzelfde systeem. 2 keer geel is rood. Naast deze nieuwe recidieve regeling zijn er natuurlijk ook nog het alcoholslot en een alcoholcursus. Kunnen die sancties nou allemaal naast elkaar blijven bestaan? Ja, je hebt natuurlijk de strafrechtelijke reactie. Die is van de rechter. Dus iemand die met drank op achterstuur zit, die moet naar de rechter toe. En die kan dan een geldboete krijgen, gevangenisstraf, ontzegging van de rijbevoegdheid. En daarnaast hebben we een aantal bestuurlijke maatregelen. Zoals het 2 keer geel is rood. De educatieve maatregel alcohol. Hè, dus het is een cursus die je moet volgen. Het alcoholslot. Het zijn allemaal zaken die naast elkaar bestaan. We rijden mee met de regio Drenthe bij Groningen op de Rijksweg A28. Surveillante Niels en Fred worden ingehaald door een bellende bestuurder van de Mercedes ML320. We volgen zometeen aanzetten. En we volgen aan. Okay. Volgen achter aan. Hij gaat weer naar rechts. Ja. Niels Alfmaat, politie Drenthe, videosurveillance. Hoi. Mag duidelijk zijn, hè? Ja. U zat druk te bellen. Het hele stuk over de snelweg. Hier net stuk Groningen in. Nou ja, dat is de reden waarom ik even meeneem. Daar krijgt u ook een bekeuring voor. Als ik weer rij- en kentekenwijs even mag hebben, dan mag u even bij ons een auto plaatsnemen. Schrijven we daar de boel even uit. Goedemorgen. Goedendag. Wollendijk. De map van jou, Fred. Maar als jullie thuis zijn, geen bekeuring, dan vind ik ook prima. Hè? Wat zegt u? Ik zeg, als het uitgezonden worden, geen bekeuring, vind ik ook. Ja. Nee, dat kan me enigszins voorstellen. Maar ja, zo werkt het net niet. Had je meneer nog beelden beloofd? Nee, geen beelden beloofd. Het wordt er niet anders van. In die zin, ik weet niet of er wat op te zien is. U mag even meekijken. Betaalt er ook voor, zou ik zeggen. Hè? Ja. Hier haalt u ons in. Ja. Maar ja, goed, ik bel met telefoon waar helemaal geen batterij is. Dus ik snap niet waar ik de bekeuring moet krijgen. Je mag hem nog eens in de hand hebben. Wat zeg je? Nee. Je mag hem nog eens in de hand hebben, telefoon. Maar het punt is... Ja, dat is zo. Het punt is, u gaat op een gegeven moment ook geen richting aangeven. Ja. En dat is een vervelend punt erbij. Want u mist een stukje communicatie met de andere weggebruikers. Te veel bezig met die gsm. Eerst zit hij het linkerhand, linkeroor. Vervolgens zit hij rechterhand, rechteroor. Ik ben het onderzoeken voor de dingen. Ja, maar kijk, hij doet het niet. Maar goed. Weet je wat ik denk? Ja. Dat u een gegeven moment gewoon aan het bellen was. En dat u de batterij eruit heeft gehaald. Nee, maar het gaat er ook niet om. Ik heb er gewoon dingen zien zitten.
op afstand. Dus, ja, maar het is wel heel vreemd als er geen batterij in zit. Dan kunt je hem ook niet bedienen, kan die ook niet aan. Nee, luister even. Check me even in de auto. Nee, daar kan de telefoon in zitten. Nee, laat mij nou even uitpraten. U zit al die tijd met een telefoon aan uw oor. Eerst linkerhand, linkeroor, rechterhand, rechteroor. Ja. Helemaal niet bezig met ik ben hem aan het uit elkaar halen. Al die tijd zit u er zo mee. Nou komt u hier met het verhaal. Ja, er zit helemaal geen batterij in. Maar weet je wat ik dan denk? Ja? Tot u gewoon een gegeven moment in het laatste stukje dat u achter ons had, gouden batterij eruit haalt. Maar dat maakt op zich nog niet. Dat zijn op zich, dat maakt er niks uit. Maar wat voor zin heeft het voor u om gewoon 5, 6, 7 minuten lang met een telefoon aan uw oor te zitten? 5, 6, 7, want ik bedoel, zo lang zit ik niet eens achter mij. U bent weg. U bent er bij haren opgekomen. Wil je mij vertellen dat ik 6, 7 minuten daar aan het rijden ben? Nou, we kunnen de tijd van 8 minuten. Voor de bekeuring nogmaals, maakt niet uit. U mag geen gsm in de hand hebben. Het gaat niet om het wel of niet bellen. Het gaat erom dat u de gsm niet in de hand mag hebben, et cetera. Dus los ervan of het wel of niet zo zou zijn, wordt het er niet anders van. De boete is geen leuke, het is €180. U zult daarvan uit zijn girokaart gewoon thuis gestuurd krijgen. Als u met de telefoon verder moet prutsen, laat ik het even zo noemen. Ja. Doe dat dan gewoon hier, zolang u nog stilstaat. Ja. En niet al rijdende. Ja? Ik wil wel graag dat u helemaal niet uitgezonden. Oké. Deze bestuurder maakt er een mooi verhaal van, maar het gaat hem helaas niet redden. De bekeuring bedraagt hoe dan ook €180. Straks een zelfgefabriceerde lowrider. Hij is APK-technisch goed. Ja. Hij is volgens de wet goed. Ja, ik mag officieel mee rijden. Neem nummer van mij aan. Officieel mag jij met die wagen niet op de weg komen. Straks treffen we een vaste kijker van ons programma. Het liefst wil die Sinek uit mijn dak gaan, geloof ik. Ik vind het altijd mooi op televisie. Het is de buitenlanders allemaal, weet je niet? Dat weet ik niet, ik heb er niet zo'n ervaring mee. Ik heb een keer gezien dat er zo'n Turk aan hield, zo'n S, weet je wel? Dat hij aan het schreeuwen was. Dikke Turk in S-klas, heb je gezien? Nee. Dat is jammer. Dat was echt een mooi stukje met de camera. Voor de commercial break zag u hoe de politie Gelderland-Midden een grote bromfietscontrole hield voor het ROC in Ede. Maar als er toevallig een gepimpte Volkswagen voorbij rijdt, dan pakken de agenten die ook gelijk even mee. Deze automonteur heeft zijn kever zodanig verlaagd dat hij nauwelijks nog over de verkeersdrempels kan. En er blijkt nog veel meer aan zijn voertuig te mankeren, zoals we zien in Ede op de Bovenbuurtweg. Bij de controle staan de bromfietsers nog altijd in de rij. Maar de politie heeft ook een verlaagde kever van de weg geplukt. We hebben iemand van de verkeersongevallen aan de muur gedaan. Gerard heeft kijken wat er allemaal aan mankeert. Valse kentekenplaat. En dat is niet het enige wat er aan dit zelfgefabriceerde hobbyproject mankeert. En de achterbanden en de binnenkant kan vast door? Nee, dat is 100 punten niet. Ja, maar was er maar. Ja, echt wel. Moet u maar dat laten zien? Ja, natuurlijk. Hier. Dit kan vast door. En de andere net zo. En dat komt alleen maar door de wielstanden. Ja, dat snap ik. Ja, nee. We hebben gisteren. Je mag hier absoluut niet mee terechtkomen. Waarop op de banden? Ik zal je alles laten lezen. Die hele voertuig voldoet niet meer aan de toelatingseisen. Hij is in Nederland, is hij toegelaten en dan moet hij een bepaalde toelatingseisen voldoen. En die eisen die zijn er niet meer, want je hebt alles veranderd. Hey, hoe komt het dat hij zo laag is? Dus hebben wij zo gemaakt. Ja. Voor de looks. Ik zei net tegen die andere meneer, deze auto, ik ben nu toevallig net onderweg naar een garage, ik ben zelf monteur. Ja. We gebruiken hem alleen voor evenementen. Dus, okay. Je rijdt er nu mee op de openbare weg. Ja, klopt. Maar hij is APK-technisch goed. Ja. Hij is volgens de wet goed. Op die plaat na. Kentekenplaat. Ja, oké. Okay. En ik mag officieel mee rijden. Alleen zoals drempels, zoals deze wijken, die ontwijk ik. Ja, maar je ziet net al zo'n ophogingje. Ja. En dan gaat de hele bodemplaat wel over. Ja, precies. Maar kijk, ik restaureer die auto's. Ja. Deze nou is tweedelig, gaat goed straf. Dan heb je alleen. Het is een vlakke bodem. Heb je een vlakke boom. Slijp een stukje uit, is het klaar. Neem nummer van mij aan. Officieel mag jij met die wagen niet op de weg komen. Nee. En dat is, de APK is heel wat anders. APK is een momentopname ook, zeg maar. Ja. Hoe is die nu? Ja. Maar de regeling voertuigen is heel wat anders. Deze regel, ja, kijk, dat staat op papier en dat is zo. Maar goed, andere auto's die verlagen. Ik heb nog twee restauratieprojecten staan. Die zijn ook verlaagd. Daar heb ik ook regelmatig mee aangehouden. Ja. Alleen, ja, het valt niet zo erg op dat omdat de kever zo laag ligt. Maar dat ding, dat ligt ook wel zo'n stukje van de grond. En daar zeiden ze niks op. Dus snap ik, maar we gaan daar nu geen professor Waber op maken. Terwijl ik dat wel kan. Ja, uiteraard. Je krijgt er gewoon een waarschuwing voor. Ja. Dat je weet gewoon, ik laat je zien, het mag niet. Ja. Dit zijn de foto's van de restauratie. Ik weet niet of je die kan zien.
Ja, dat klopt dat ook. Ja. Kijk, klopt dat alles, ook. Alles is nieuw. Dat geloof ik ook. Kijk, en we doen het echt wel heus wel veilig en noem maar op, want het is hobby. En hobby mag geld kosten en er zit tijd in, maar we maken alles nieuw. Nee. Alleen, ja. Ik kan kijk, het ook begrijpen. Ik kan het heel goed begrijpen. We doen het wel op een veilige manier. Alleen, ja, dit noemen ze een bepaalde look, dat is red look. En dat is gewoon verroest en een beetje kleurtjes en aantekeningen. Maar daarom... wees wijs, doe gewoon een oprijwagen. Ja, uiteraard. Echt, dat, doe dat. Ja, ja. Nou, met betrekking tot je kentekenplaat kost een keurig 70 euro. Ja. Met betrekking tot de banden, twee gladde banden waar het canvas doorheen komt, is 150 euro. Ja. Beide zul je binnen enkele weken thuis ontvangen, ja, in de vorm van een actiegiro. Ja. Wordt bij beide 6 euro administratiekosten overheen gerekend. En die vind je terug op de actiegiro. Ja. Dus mocht ik nou zeggen, ik ben het er niet mee eens, staat op de achterkant van de actiegiro hoe je daar dan bezwaar. Dat is duidelijk. Dus, de banden, dat wist ik 100 punten niet. Ik wist het slecht waren, maar het canvas niet. Dus, heb je de mogelijkheid tot, tot het regelen van een autoambulance waar die op vervoerd kan worden? Zo wat je al hoorde, zo mag je de weg niet meer op met de banden. Dus, nou ja, dan regel ik wat, omdat ik heb op school gezeten, kan ik ze op school vervangen. Ja. Dat, dan moet ik alleen de banden even zien te scoren. Ga ik je een hand geven, wens ik toch nog een goede dag. Ja. Met de hobby. Ja, dat komt wel goed hoor. Helaas is deze knutselaar 220 euro lichter. En daar had hij mooi een paar nieuwe bandjes voor kunnen kopen. Koos, de bestuurder die we net zagen, had zijn kever enorm verlaagd. Wat is daar de lol van? Ja, ik weet het ook niet precies, maar sommigen vinden dat het mooi staat. Hè, en het staat stoer en ja, er wordt ook beweerd dat de wegligging dan beter is. Er zijn er allerlei van die verlagingssetjes in de handel. Hè? Wat zegt de wet daarover? Is dat toegestaan? Nou, die mogen wel gewoon verkocht worden, want die worden ook gebruikt in de racerij en bij de rallysport. Alleen als je dat soort setjes op je auto wil toepassen, dan moet je van tevoren goed informeren of dat wel mag. Want een auto is type goedgekeurd en hoort zo op de weg te zijn. En als je er veranderingen aan gaat brengen, ja, dan wil niet zeggen dat die veranderingen altijd mogen. Nou zei deze bestuurder dat zijn auto probleemloos door de APK was gekomen, maar die agenten zeiden dat hij eigenlijk überhaupt de weg niet op moet. Hoe kan dat? Ja, APK is natuurlijk iets anders als een type goedkeuring. APK is een momentopname. Dan wordt er gekeken naar een aantal veiligheidseisen en milieueisen. En de APK is geen type goedkeuring waarbij de hele auto bekeken wordt. Maar dat snap ik dan niet. Want kijk eens dan tijdens de APK gewoon naar een aantal voorgeschreven punten en voor de rest is het klaar. Nee, er wordt niet blind gekeken. Die keurmeester doen gewoon goed hun werk. Maar die keurmeester die werkt volgens een bepaald protocol een aantal punten af die te maken hebben met die veiligheid. En die doet echt geen type goedkeuring. Wat zijn nou eigenlijk de gevaren als je met zo'n verlaagde auto rijdt? Nou, wat je op de eerste plaats krijgt is natuurlijk als je bij drempels komt en bij andere verhogingen in het wegdek, dat je met die onderkant over de weg schuurt. Daarbij kan het zo zijn dat de besturing wat minder wordt, omdat de wielen niet voldoende in de wielkasten kunnen draaien. En wat je bij deze auto al zag, was dat de banden behoorlijk afgesleten waren, omdat die elke keer aanliepen tegen, tegen de carrosserie. We rijden mee met de regio Drenthe bij Assen op de Rijksweg A28. Surveillanten Niels en Marten hebben een melding van de centrale meldkamer dat de bestuurder van een Volkswagen Golf uit de bocht is gevlogen. Enkele collega's zijn al ter plaatse. Ja, hier links, en gewoon een golfje. Mooi misgegaan. Maar wonder boven wonder heeft de Golf geen enkel schrammetje. Het scheelt ook maar zo'n stukje, hij zat tegen de boom aan. Een goede bergrep. Je haalt hem er schadevrij uit. Hij is gewoon de bocht uitgegaan, denk ik. Ja. Je ziet daar de draaisporen in één keer. Op de asfalt. Ik zou laten kijken of de achterbanden misschien minder waren dan de voorbanden, maar dat is het ook niet. En dat is schadevrij. Ja? Ja, serieus. Oh, dat hebben we mooi geluk, ja. Hey, mooi klusje, ja. De berger bekijkt hoe hij dit varkentje gaat wassen. En de bestuurder is gelukkig met de schrik vrijgekomen. Ik kom aanrijden en ik begin te tollen. En ik kom hier in de berm. Ja. En het enige wat ik denk van, niet op kop in die bomen. Dus ik stuur de andere kant op. Ja. Ja, dit is het resultaat. Dus ik kan zo mee doen met autocross. Ja, nou, inderdaad. Ja, goed. Mooi naar huis. Nee. Pas op, jongen. Mijn vriend gaat trouwen. Oké. Okay. Daar ging ik nu naartoe. Waar hebben ze de trouwerij? Gewoon hier op stadhuis? Het gemeentehuis. Ja. Ja, het is maar een klein gezelschap, maar... Maar 9 of 10 man. Nou, het is te belangrijke dat je erbij bent. Ja, daarom. Ja. Dat vond ik ook heel mooi dat ze mij vroegen om heen te gaan. Ja. De berger doet een poging om de golf van de helling te trekken. Maar of dit nu de juiste manier is? Hij trekt hem helemaal de grond. Oh god, dat wil je eraf. Dat is jammer. Ja, dat is zeker jammer, want dit wordt al met al een kostbare reparatie. De bestuurder realiseert zich dat hij niet rijdend verder kan en belt de ceremoniemeester dat het iets later wordt. Maar gelukkig zijn de hulptroepen inmiddels gearriveerd. Ik zie dat jullie bij elkaar horen qua kleding. Ja. Wat is er gebeurd dan? Hij is de bocht uitgegleden. In de berm gekomen.
geen één boom geraakt. Dus het is allemaal net goed gegaan. Hij is wel helemaal omgeslipt. Alleen ja, dit als gevolg. Ja. Dus, maar hij zit al van, ja, ik moest weg, want ik heb een trouwerij. Ja. En, wie gaat het trouwen? Jullie? Of, Nee, oké. Okay. Feliciteer. Oh, dan moet je bij zijn. Ja, nou. Hey, van, Hi. Hey jongen, gaat het? Ja, heel wel. Ja? Ja. Ah, met de rippen. Nou, succes. Ja, dankjewel. En veel plezier. Ja, kom verder wel goed. Jullie wegwezen. Doei. De bestuurder kan verder naar de plechtigheid en de surveillanten handelen de zaak verder af. En nu maar hopen dat de bergers zijn auto een beetje heel houden. Nou, dan gaan wij verder. Ja, sorry, morgen nog. Eerder in ons programma zag u hoe de politie Gelderland Midden een grote bromfietscontrole hield voor het ROC in Ede. Maar zoals dat tegenwoordig gaat, hebben de jongeren elkaar direct met hun mobieltjes getipt, dus hebben de agenten hun focus naar andere weggebruikers verlegd. En zo loopt onder meer de bestuurder van deze Spartamet tegen de lamp, waar je, geloof het of niet, een rijbewijs voor nodig hebt, zoals we zien in Ede op de Bovenbuurtweg. De brommerjeugd zit weer thuis of op school en de politie richt zich dan ook op andere verkeersovertreders. We zijn bezig met een algemene verkeerscontrole. Mooi. Heeft u mij misschien een rijbewijs en kentekenpapier alsjeblieft? Ja, fijn, dank u wel. Maak even een rondje om de auto heen, dan komen we zo eventjes bij. Ja, is goed. Ja? Ik wil nog wel even toevoegen als is dat mijn collega heeft geconstateerd dat u bijna komt zo weg. Ja? Geen gordel doen. Wat? Dan krijgt u sowieso een proces gebouwd. Bloedbreek remmen richting Evengoed om aan een vals bestanddeel van de auto te zetten. En ook van de trekker. De koppeling is nooit vaste. Nee. Ja? En zo zit hij helemaal randwoord erachter. Als er wat gebeurt, trekt hij hem op de rem. We hebben nu verplicht om een verklaring af te leggen, maar kan ik iets noteren? De reden waarom jullie gordel niet doen? Ja, maar dat zeg ik niet terug, hè? Oké. Maar dan moet je goed kijken. Maar ik geloof niet dat je een zwart jasje had met een zwarte gordel. Dan moet je het wel heel goed kunnen kijken als je hem niet om hebt. Ja, dat kan ik niet over oordelen. Mijn collega nee, maar, mijn collega dus, nee, maar ik ga er ook niet. Kijk, ik ga voor die 19'tjes, waar moet ik dan? Moet ik ervoor naar een rechtbank? Weet je wat, dat kost me toch veel meer? Nou ja, je kunt dat gewoon schriftelijk doen. Ja, maar uiteindelijk, waar kom je dan uit? Ja, alleen tijd en energie, kan, dus ja, dat kan. Laat maar dit. Oké, okay, maar u zegt dus, zal ik er neerzetten dat u de gordel wel droeg? Ja, ja. Oké. Okay. Krijgt u van mij een kopietje voor de keuring voor de losbekremmenrichting van mijn collega van de gordel. Krijgt de keuring binnen een paar weken thuis gestuurd. Als u een bezwaar wil gaan, kunt u dan op de achterkant lezen hoe u dat het beste kunt doen. Dat is goed. Ja? Krijgt u mij nog de kentekenpapieren terug. Dan wens ik u ondanks dit toch nog een hele fijne dag verder. Ja, jij ook weer, zeg. Dank u wel. Hey, doei. Tot ziens. De bestuurder mag zijn weg vervolgen en de bekeuringen bedragen opgeteld €170. Ondertussen is de bestuurder van een Spartamet staande gehouden en deze jongeman beschikt helaas niet over het vereiste rijbewijs. Heb je de rijbewijs nodig? Ja. Oh. Dus ik wil niet. Geen rijbewijs bij? Nee. Niks? Ja, betekent wel dat je een procesverbaal voor krijgt. Oké. Okay. Keuring. En dat je dus ook niet verder mag rijden. Oké, ik mag al gewoon verder fietsen. Nee, je mag hier nou geen gebruik meer van maken op 10 minuten. Dus je moet lopen. Of je zoiets anders moet regelen. Oké. Okay. Dat is gewoon, hij is voorzien van het kenteken, dat is het probleem. Ja, dus ik mag ook niet gewoon op fietsen, zeg maar. Nee, nu niet. Nog niks. Nee. Oké, dan moet ik even een belletje gaan plegen. De jongen neemt contact op met het thuisfront. Hey, ik heb een klein probleempje. Ik ben aangehouden door de politie. Dat is een rollerbaancontrole. Ja, ik kreeg een boete. Ik mag niet op rondrijden. Dus. Ja, ik heb het al een jaar mee gereden, wat, dus. Maar kun je me niet opkomen halen, of niet? We hebben niet verplicht om een verklaring af te leggen, maar heb je nog een, kan ik iets noteren als reden? Dat je reeds zonder rijbewijs? Ja, nou, ik wist het niet en ik rij nu bijna een jaar op rond. Maar. Ik wist het niet. Nee. Maar binnen enkele weken krijg je een actiegirokaart gestuurd. Ja. Als je gewoon betaald is het daarmee afgedaan. Okay. En hoe hoog is die boete? Ja, kan ik niet zeggen. Omdat het rijden zonder rijbewijs is, staat daar geen sanctiebedrag voor. Okay. Dat bepaalt in principe de officier van justitie. Dat bedoel staat op de deze krijg je mee. Ja. Staat op de achterzijde hoe je eventueel in bezwaar kunt gaan. Ja, dat betekent dat je vanaf nu aan in ieder geval niet... Nee, ik heb ook net iemand gebeld, dus ze komen als goed zo ophalen. Je wordt opgehaald? Ja. Ah, mooi. Dus wacht een keer. Nou, staat er maar even daar niet, zou ik zeggen. Ja, dan, is goed. Ja? Desalniettemin een prettige dag gewenst. Ja, u ook. Zie. De hulptroepen zijn in de tussentijd gearriveerd en met behulp van een fietsendrager kan de reis naar huis worden voortgezet.
Koos, we zagen net een jongen rijden op een Sparta Met. Dus een fiets met zo'n hulpmotortje. Maar hij mocht daar niet op rijden omdat hij geen bromfietsrijbewijs had. Wat is dat voor onzin? Nee, het lijkt wel een fiets, maar het is een fiets met een hulpmotor. En het karakter van dit apparaat is dat je een voort kan bewegen zonder te trappen. En dan is het een motorvoertuig en heb je een rijbewijs voor nodig. Nou, jij hebt over een hulpmotor, maar het is een hulpmotortje. Het is een piepklein dingetje en het is alleen maar even om een duwtje in je rug te krijgen. En hij gaat niet harder dan 15 km per uur. Hij rijdt minstens 25 km per uur en als hij opgevoerd is zelfs nog meer. Dus het is gewoon een snorfiets. Stel, ik krijg een Sparta Met van mijn opa en ik wil lekker gaan tuffen op dat ding. Dan moet ik ook een kentekenbewijs regelen, maar dat schijnt allemaal niet zo makkelijk te zijn, toch? Nee, nu niet meer. In de periode dat de bromfietsen een kenteken moesten hebben, toen kon je naar een rijwielhandelaar voor een schouw. En dan kreeg je een kenteken. Nu moet je echt naar de Rijksstaat wegverkeer. Dan wordt de bromfiets gekeurd en dan krijg je een kenteken. Tegenwoordig mogen bromfietsers op veel fietspaden niet meer rijden. Maar geldt dat ook voor fietsen met een hulpmotor? Als je het bord hebt, het blauwe bord met de witte fiets erop, dat is een verplicht fietspad, dan moeten bromfietsers op de rijbaan rijden. Maar de snorfietsers moeten verplicht op dat fietspad rijden. De bestuurder van daarnet mocht niet verder rijden, maar je kan het motortje toch gewoon uitzetten en dan fietsend verder? Ja, in principe mag je op zo'n fietspad, hè, dat is een onverplicht fietspad, zwarte bordje, witte letters, mag je zonder ingeschakelde hulpmotor rijden. Maar het hele voertuig is een snorfiets. En voor een snorfiets heeft de wetgever bepaald dat je het AM-rijbewijs moet hebben. En dat had hij niet, dus mag hij niet verder. We rijden mee met de regio Limburg-Zuid bij Zwalmen op de Rijksweg A73. Surveillant de Frans en Roel zitten achter de bestuurder van een Volkswagen Golf die zich niet aan de limiet van 90 houdt. We zijn wel op de rekening. 42 hoeven we net om. Ja, hè. Ja, is overal hebben alle stukken. Ja, maar iedereen weet. Iedereen houdt zich er redelijk aan en hij rijdt er van even af. Wegwerkt ze mee ter plaatse de borden erbij. Frans spreekt de bestuurder aan op zijn snelheid bij de wegwerkzaamheden. Goeiedag meneer. Ja, mijn naam is Bomas, verkeershandhavingsteam Limburg-Zuid. Ja, ik zou graag even uw rijbewijs zien meneer. Dank u vriendelijk. Maar meneer, er staan overal borden 90. Ja, die staan al vanaf Kernzijde tot hier. Ja, maar en u heeft zich niet één keer eraan gehouden, niet één stukje. Nee, ik ben gebeld, iemand is overleden. Ja. Dus ik heb het helemaal niet in de gaten, dus ik reed de hele weg gewoon 120, 125 op de cruise control. Dan vind ik het heel raar, want ik heb een hele hoge snelheid gemeten, dus dan is de cruise control kapot. Ja, heb ik het niet in de gaten gehad. Nee, dat zou best. Nee, maar goed, je brengt jezelf, maar anderen ook in gevaar daardoor. Nee, okay. Die weg, daar is bijna geen vluchtstrook. En dan blaas jij met 130, 140 overheen. Heb wel ik het niet in de gaten gehad? Nee, dat zou best. Dus maar je krijgt er wel een bekeuring voor. Ja, ik ga even kijken. Iemand overleden, weet je wel. Ja, dat kan. Maar dat geeft jou geen vrijbrief om zo hard te rijden. Nee, maar ik reed van daarvoor mocht je wel gewoon 120 rijden, weet je wel. Ja. Ik heb al die tijd gewoon een knopje ingehad en dan heb ik een bericht gekregen. Ja. Dus heb ik niet in de gaten gehad, weet je wel. Nee, oké. Op welk net kom je nou dan met dit? Dat legt die meneer je dadelijk allemaal uit. Op een Limburgse televisie? Nee. Niet op de Limburgse. Als die ouwe dadelijk weer ziet, dan weet je alweer hoe laat het is, hè? Ik weet niet wie je bedoelt met de ouwe, maar... Die papa is die ouwe, of niet? Goed. Kun je niet een beetje iets tegemoet komen? Ik heb het niet vaker gehad, weet je wel. Nee, ik kan hier niks tegemoet komen. Ik ga even een seintje geven van jongen, doe even rustig aan. En ik kijk, ach ja. Ja, maar goed, het staat allemaal... Ik zeg nogmaals, je zit 3 kilometer van de invordering af. Ja. Ja. Dat vind ik geen goede zaak. Oké, maar als het nou 120 was, laten we zeggen. Niet. Nee, oké, maar ik heb het nog niet in de gaten gehad, joh. Nee, ja, oké, maar... Luister. Ik rijd nog niet harder dan 10, 50 kilometer. Er staan om de anderhalf tot 2 kilometer staat een heel groot bocht met 90. Ja, maar zo in de avond in het donker en je kijkt, weet je wel. Jij hebt leg op de auto, toch, of niet? Wel, maar... Goed, je hoeft geen antwoord te geven, maar waarom reed je te hard? Ja, weet ik veel. Ik rijd altijd wel iets harder, maar normaal nooit zo hard. Ik heb ook niet in de gaten gehad dat het 90 was, maar... Ik heb alweer een lange tijd geen bekeuring gehad, dus het zal alweer straf zijn misschien. Huh? Ik weet het niet of dat zo is, daar kan ik niet over oordelen. Wat moet geintje kosten dan? Dat weet ik niet, ik had de officier beslissen. En die kijkt dan even naar jouw verleden enzovoort. Maar dit is de eerste keer dat ik ook mee ga voor het had, laat me zeggen. Ja goed, als je een keer geflatst bent of zo, ik weet niet hoe lang dat geleden is. Ja, maar deze auto is normaal mijn moeders naam, weet je wel. Nee, dat maakt allemaal niet uit. Ja, maar als ik rijd, ja. En de auto staat op mijn moeders naam, normaal rijdt mijn moeder die altijd mee. Ja.
Nou heb ik hem toevallig bij, maar het is de eerste keer dat ik word aangehouden. Dat heeft niks met deze auto te maken. Nee, oké. Okay. Nee, maar goed. Nou ook niet, want de bekeuring komt op jouw naam en op jouw adres, niet op die van je moeder. Okay. Snap je? Hij vindt ook mooi allemaal hier. Het liefst wil die Sinek aan mijn dak gaan, geloof ik. Ik vind het altijd mooi op televisie. Het is de buitenlanders allemaal, weet je niet? Dat weet ik niet, ik heb er niet zo'n ervaring mee. Ik heb een keer gezien dat er zo'n Turk aan hield, zo'n S, weet je wel? Dat hij aan het schreeuwen was. Dikke Turk in S-klas, heb je gezien? Nee. Ik zeg helemaal gek! Een Turk rijdt met zo'n S-klas, jullie nemen mijn rijbewijs over. Wat een kutvolk zijn jullie. Ik moet dit kutland verlaten. Dikke Turk in S-klas, heb je gezien? Nee. Dat is jammer. Dat was echt een mooi stukje met de camera. Dat hou ik me eerlijk gezegd allemaal niet zo mee bezig. Goed, je krijgt van mij dit bonnetje mee dadelijk, in ieder geval dit printje. Nogmaals, over een aantal weken. Krijg je een kopie van die film, of niet? Dan moet je even met hem regelen. Je rijbewijs. Misschien krijg je nog wel een beetje betaald. Ja, goed. Probeer even wat te onderhandelen met hem. Misschien zit er wat in. Ja, kan het niet helpen. Ja? Ja. Ik wens je toch een goede reis verder. Deze bestuurder mag weer verder. En aangezien de overtreding bij wegwerkzaamheden plaatsvond, zal de officier waarschijnlijk een extra hoge boete opleggen.